Draghi die heeft gezegd dat er eurobonds moeten komen of dat er een plafond moet komen van bijvoorbeeld 6% op staatsleningen. Het zou wel eens kunnen dat hij daar ontzettend gelijk in heeft, want anders houden die speculaties tegen lidstaten niet op. En juist dat gaat de euro ondermijnen. Meneer Van Bommel, de SP wil dat de ECB een grotere rol krijgt. Dus ik kan me voorstellen, de plannen van Draghi, daar vindt u wel, heeft u wel een goed gevoel bij. Dat klopt, die kunnen rekenen op instemming van de SP. Maar hoe ziet u dan voor u dat dat dus eigenlijk een politiek instituut wordt? Ja, dat betekent ook dat de ECB als zodanig het functioneren daarvan democratischer moet. Ja. Want dat is het nu niet, dat zie ik ook wel in. En hoe ga ik dan als Europese burger invloed uitoefenen op het beleid van de ECB? De ECB moet democratisch gecontroleerd worden, ja. Meer bevoegdheden, meer taken voor de ECB, zich ook meer richten op andere macro-economische aspecten, zoals werkgelegenheid, inflatie, andere zaken. Daarvoor is een democratischer controle van de ECB noodzakelijk wat ons betreft. Een democratischer ECB met een grotere rol in het opkopen en een politiekere rol, dat is een soort politiek correct of verbloemd taalgebruik voor over politieke invloed op de ECB-stoel en het aanzetten van de geldpers. Mm-hmm. Je kunt natuurlijk een schuld naar beneden infleren, dat kan, die inflatie. Dat betekent wel dat je iedereen straft die bezittingen heeft. Dat betekent dat je dus eigenlijk een soort inflatiebelasting heft op de belastingen of op de pensioenpotten van Nederland. Bent u dan niet bang voor die inflatie, meneer Van Bommel? De specialisten bij de ECB zeggen zelf, en ik denk dat ze daar gelijk in hebben, voordat je effectief toezicht hebt op die bankensector in Europa, dus ook in Spanje, ben je jaren verder, 5 tot 10 jaar verder. Ik begrijp, daar gaan we een ander punt bij aan dalen. Dat is die bankenunie. Daar zijn we het over eens dat je eerst het toezicht moet hebben, zorgen dat dat werkt. En pas als dat werkt, zou je kunnen denken over een stap verder. Maar waar we het net over hadden, was een ECB die de geldpers aan moet zetten versus gecontroleerde, stapsgewijze steunpakketten met als ruil daarvoor conditionaliteiten, dat je het kunt afdwingen dat er hervormd wordt, zodat die economie daar ook weer op orde komt. We hebben gezien dat de garanties die gegeven worden, dat die de financiële markten helemaal niet geruststellen. Is het dan toch niet zo dat de Europese Commissie gewoon invloed wil uitoefenen, omdat ze Europa stabieler willen maken? Het is dus de mate waarin de Europese Commissie dat kan afdwingen. Kijk, wanneer aanbevelingen uiteindelijk resulteren in dwingende aanbevelingen die met sancties, met bestraffing, met boetes kunnen worden afgedwongen, dan ben je wat de SP betreft een brug te ver. Hoe je het nu formuleert, geef je voer aan Brussel-bashers. Landen hebben onderling afspraken. En je kunt alleen samenwerken als je een afspraak houdt. Dan moet er iemand zijn die toezicht houdt. De landen hebben aan de commissie gevraagd, hou streng toezicht vooral op die 63%. Dan moet je ze ook de tanden geven om in te kunnen grijpen als een land zich stelselmatig niet aan houdt. We zitten in een crisis die de landen onevenredig en ongenadig hard raakt. Ja, dat is niet Nederland. Dat is niet alleen Nederland, maar er zijn wel verschillen tussen de landen in Europa op dit punt. En daarom denk ik dat het bij voorbaat roepen, al die landen die nu boven de 3% zitten, die krijgen volgend jaar een korting, een boete is volstrekt te laag. Ja, tot slot. Ja, kijk, er is nog ruimte, veel minder dan vroeger, gelukkig, want toen ging het helemaal fout toen er te veel politieke ruimte was. En het Nederland wat een uitzonderingsclausule zou verdienen van Brussel is niet het Nederland van nu. Misschien het Nederland waar de SP te lang aan de macht is geweest. Maar wij zitten nu echt in de situatie dat wij ons broek goed op kunnen houden en binnen die normen kunnen blijven. En die norm is 0%. U weet dat 3% niet, is de maximale. U weet dat ze nog niet in het kabinet hebben gezeten. En ik doe er ook alles aan om dat te voorkomen. En dat die boete ook nog nooit is opgelegd. Oké, die boete is ook nog nooit. Dank u wel. Ja.